de reistas van George V kunnen scoren. Dit vind ik dus echt een hele leuke combinatie. Met mouw, zonder mouw, alles kan. En ja, het sluit gewoon super mooi aan. €200 en ik heb ze voor €60 gekocht. En met die blazer. Tada! Alles matcht bij elkaar. Die tas met die schoenen en die jas. Die jurk met de blazer en het sjaaltje. Hey allemaal en wat super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe extra video. En vandaag een hele leuke extra video, want ik ben weer bij de Josh V Sample Seal geweest. En het was zo geweldig en ik heb zoveel leuke dingen gescoord dat ik jullie dit heel graag wil laten zien. En ik wil jullie ook heel graag even meer vertellen over de Sample Seal. Het was zo mega leuk en ik was uitgenodigd voor de VIP Night van de Sample Seal. Dat betekent dat ik op donderdagavond mocht shoppen in een tijdsblok van 3 uur. Het was in Gorinchem, ik weet niet hoe u dat uitspreekt, sorry. Maar ik was samen met mama gegaan en het was zo leuk. Ze hadden zoveel voorraad, het was in het evenementenhal en het was mega groot. En je had gewoon super veel ruimte om lekker te shoppen en ook om te passen. Heel veel spiegels aanwezig, het was gewoon echt top georganiseerd. Echt heel erg fijn. Alles hing weer keurig per maat en ook een beetje per categorie. Dus het hing allemaal wel bij elkaar. Niet alles door elkaar en zo. En de schoenen en de tassen waren ook heel mooi geordend. Je mocht 1 tas per persoon meenemen. Omdat er gewoon relatief weinig voorraad van is. En de schoenen hadden ze zo mooi. Echt heel goed georganiseerd, vind ik. Want voorgaande jaren, ik ben nu 4 keer bij de Sample Seal geweest. Alle 4 echt top. Maar vorig jaar waren alle schoenen stonden op een grote tafel. En dat wordt natuurlijk best wel een chaos, want iedereen wil de schoenen passen. En nu hadden ze dus een lange tafel. En er stonden een paar schoenen op in een paar maten. En daarachter stonden medewerkers met grote stellingkasten met de maten van schoenen. Dus je kon gewoon je maat vragen en het werd daardoor gewoon rustig. Het bleef netjes. Het bleef heel georganiseerd. Dus dat vond ik echt heel erg goed. En we zijn eerst naar de schoenen en de tassen gegaan. Omdat ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En dat is gewoon hartstikke populair. En daar hebben we hele mooie items gescoord. En toen zijn we naar de maten gegaan. En toen zijn we eigenlijk de paskamer ingegaan. En in de paskamer ging ik op een gegeven moment met mama weer een rondje lopen. Ik verder passen. En toen ging mama weer verder passen. En ging ik weer een rondje lopen. Dus zo hadden we dat een beetje verdeeld. En aan het einde hadden we ook nog een drankje gedronken in de area die ze daarvoor gemaakt hebben. Dus ja, het was echt een top ervaring. Het was super leuk. Dus Josh V, nogmaals heel erg bedankt voor de uitnodiging. Dit is geen samenwerking verder. Ik was uitgenodigd. En ja, ik maak elke keer een hele leuke shoplog. Dus deze keer kon zeker niet ontbreken. Want het zijn weer prachtige items. Dus laten we gewoon heel erg snel gaan beginnen. En ik ga eigenlijk beginnen met het grootste wat ik heb gekocht. En dit was heel populair. Ik heb de reistas van George V kunnen scoren. Ik zal trouwens hier even in beeld de prijslijst zetten. En we gaan ook per item even vertellen hoeveel ik ervoor heb betaald. En hoeveel het oorspronkelijk kost. Zodat we ook weten hoeveel we bespaard hebben. In totaal was ik €295 kwijt. En mama 200. Dus, nou, reken uit. Deze tas is echt fantastisch. Dit is een hele mooie reistas met echt dit prachtige patroontje erin. Met bruin en wit en aan allebei de kanten een vakje. En aan de achterkant ook nog een vakje met een rits. En je kan hem dus om je koffer heen doen. Super handig. Nou, en dan kan je hem gewoon openmaken. En van binnen is die tas mega ruim. Er zit nu nog allemaal papier in. Er zit ook een lang hengsel bij trouwens, dat je hem om je schouder kan doen. Maar deze tas is echt mega. Er past zo gigantisch veel in. Dus ik heb eindelijk een prachtige weekendtas. En wat voor een. Niet normaal obses met deze. Dit is de, even kijken, de Emani tas. En deze heb ik gekocht voor €70. En momenteel wordt deze tas ook nog verkocht bij George V zelf. En kost die uit mijn hoofd €240. Dus behoorlijk bespaard op deze tas. En mega blij mee. En hij was ook heel erg populair. Dus ben je ook naar de Sample Seal geweest? Laat me weten. Heb je deze tas ook gekocht of niet? Ik ben er echt heel erg blij mee. Echt een pareltje. Helemaal top. Dit is echt een top start van deze shoplog. Nou, dan gaan we even door naar kleding. Ook ik heb 3 kleding items gekocht. Maar dat komt ook omdat ik vorige keer naar de designer sale was van JHP Fashion. En daar was ook heel veel Josh V. Dus dingen die nu bij de Sample Seal verkocht werden, had ik vorige keer al op de Sample Seal van JHP Fashion 2 maanden geleden gekocht. Anders had ik veel meer gekocht natuurlijk. Maar ik heb het dus een beetje gedoseerd. Maar een kledingstuk die heb ik vandaag ook meteen aangedaan, is deze
prachtige blazer. Dit is zo'n mooie kleur. En ik heb deze al in off-white kleur. Light ecru, ik zeg het verkeerd. En die heb ik tijdens de sale van Joshua gekocht. En ik vind het zo'n fijne blazer. Dat toen ik zag dat ze deze kleur hadden, dat ik uiteraard deze kleur moest hebben. Ik vind het echt een prachtige blazer. Niet normaal. Ik had hem dus vandaag aan op gewoon een spijkerbroek en een groen topje. En dat vind ik zo'n leuke combinatie. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Deze draag ik in een L. En dit is de Michelle blazer in de kleur Pebble. Deze blazer was normaal €170 en ik heb er nu €50 voor betaald. Dus gewoon even €120 bespaard op deze blazer. Zo blij mee in die kwaliteit. Ik vind het echt top. Ik vind het echt... Joshua kleding is gewoon super goede kwaliteit. En ja, ik kan er lang over lullen. Maar het is gewoon hele goede kwaliteit. Dus ik ben er gewoon heel erg blij mee. Dus echt heel erg blij. Nou, zo zien jullie de blazer nog even in het geheel. En de lengte en de hele fit. Echt een niet normaal mooie blazer waar ik heel erg blij mee ben. Ik ga dit heel vaak zeggen dat ik heel erg blij ben en dat ik alles geweldig vind. Maar ik vind ook alles geweldig. Nou, dan heb ik ook nog echt... Dit is niet normaal. Dit zit zo mooi. Dit is een prachtige jurk. De items die trouwens op de samples heel verkocht werden, waren samples die nooit uitgebracht zijn. Maar voornamelijk de fall-winter collectie van 2022. Deze jurk. Jongens, ik ga het zo ook voor jullie aandoen. Hoe mooi is deze jurk? Deze sluit zo mooi aan. En het is echt een heel zacht stofje. En het zit een partij lekker. Het is een mooie zware stof. Knoopjes op de mouwen. Hier natuurlijk de knoopjes. Deze jurk heb ik in een maatje M. Deze valt best wel groot. Ik denk dat ik een S'je ook nog wel aangekund had. En deze jurk is de Suzy jurk. Ook in de kleur Pebble. En wat ik dus ook heel erg leuk vind is deze jurk. En dan die blazer eroverheen. Nou, dat stond ook echt mega leuk. Deze jurk was normaal gesproken €140. En heb ik gekocht voor €50. Dus ook weer even €90 bespaard op dit jurkje. En jullie gaan het in de aanbeelden zien. Hij zit prachtig. En bij de kassa zei dus ook, deze jurk staat iedereen heel mooi. Dus ja, hier voel ik me helemaal mooi in. En ik denk dat dat ook wel terecht is, als ik dat even zelf mag zeggen. De kwaliteit is sowieso mega zacht. Mega lekker. Het zit heel comfortabel. En ja, het sluit gewoon super mooi aan. Dus ja, ik ben 1,75. Lengte is echt perfect. En hij zit gewoon echt mega mooi. Ik ga hem ook even met de blazer eroverheen doen. Dan zien jullie dat ook. Kijk, dit vind ik dus echt een hele leuke combinatie. Ik zou het dan dragen met mijn witte cowboy boots van Joshua. En dan mijn nieuwe witte tas. Dat hebben jullie nog niet gezien. Die zou ik er dan bij doen. En dan is je hele lookje gewoon af. Dus echt heel erg blij mee. Dan. Ja, laten we ook gelijk het laatste kleding. Nou ja, is het kleding? Het is een jas. Ik heb een hele mooie jas gekocht. En dit is ook echt een parel. Ja, ik heb alleen maar prachtige dingen gekocht natuurlijk. Ze hadden er ook alleen maar prachtige dingen. Maar dit is ook echt een pareltje. Dit is een gewatteerde jas waar zo het logo in verweven zit. Nou, dit is prachtig. Je hebt een ceintuur erbij. Knopen. En ik dacht, dit is gewoon de perfecte tussenjas. Want ik heb heel vaak met tussenjasjes of leren jasjes of meer zomerse jasjes, dat ze dus korter zijn. En dat betekent dat mijn blazers er altijd onderuit komen. Ik draag altijd blazers. En dat vind ik niet altijd mooi. En deze jas, ik heb hem gepast met deze blazer, valt over de blazer heen. Nou, wat wil je nog meer? Een tussenjas die daar overheen valt. En wat ook nog heel erg leuk is, heb ik eigenlijk nog niet geprobeerd hoe dat staat. Maar je kan de mouwen er dus afritsen. En dan heb je dus een vet mooi gilet of bodywarmer, hoe je het ook wil noemen. Dus dat kan ook nog. Met mouw, zonder mouw, alles kan. En tja, het is prachtig. Je voelt die kwaliteit ook weer. Ik heb deze jas in een maatje M. En dit is de Solana jas. En deze kost normaal. Ik heb het vanmiddag opgezocht. Ik ben het alweer vergeten. Deze jas is normaal €230. En ik heb er €50 voor betaald. Tel uit je winst. Precies. Nee, zo blij met deze jas. In de aanbeelden gaan jullie hem beter zien. Dit is de fantastische jas. Ik ben hier echt verliefd op. De lengte is dus echt gewoon perfect. Precies wat ik gewoon nog niet heb. Grote zakken. Je kan het ceintuur eromheen doen. Kan je er ook van afhalen. Ik vind het echt een mega mooi item. En de mouwen kan je dus ook afhalen. En dan heb je dus gewoon een giletje of een bodywarmer. Ja. Heel erg blij mee. Zo mooi. Echt die details. Ik kan het niet aan.
Nou, en dan heb ik... Laten we schoenen doen. Jongens, ik ben van alle markten thuis. Ik heb niet alleen kleding, ik heb niet alleen de tas. Ik heb ook schoenen gekocht. En ik weet niet, jullie zien het net niet. Maar ik heb daar ook al 2 schoenendozen van Josh V staan. En die heb ik ook beide toen op de Sample Sale gekocht. En ze hadden nu ook echt weer mega veel schoenen. Dus kon ik het niet laten. Ik heb heel veel laarsjes ook gepast en hakken. Maar ik kan gewoon niet zo goed op hakken lopen. Dus ja, dan ga ik toch liever voor comfort. En ik dacht eerst dat ik deze schoenen niet zou passen. Vorig jaar op de Sample Sale had ik ook sneakers gepast in maat 42 en die paste ik helaas niet. Maar ik dacht, joh, dit is een ander model, laat ik het gewoon proberen. En ze zaten perfect. En ze lopen als wolkjes. Het is niet normaal. Ik heb ze in maat 42 gekocht. Dat is ook mijn schoenmaat. Helemaal dusback en alles voor die schoenen erbij. Nou, dan heb je, score je al 10 punten bij mij. Maar zijn jullie er klaar voor? Ik kom even dichterbij hoor. Zijn jullie er klaar voor? Hoe beeldig zijn deze schoenen? En het leuke is dat dit patroontje dus ook in die tas zit. Nou, dat is toch helemaal enig. Dan match je gewoon met je tas. Nou, dit zit ook weer dezelfde kleur als die jas. Ja, alles matcht helemaal. Ik vind het helemaal fantastisch. Deze prachtige schoenen met beige en bont. Ja, het wordt wel zomer. Maar hey, voorlopig met dit weer in Nederland zijn we daar toch nog niet. En het zit alleen aan de bovenkant. Aan de binnenkant... zit het niet. Dus dat scheelt wel. Maar ik wilde heel graag nog witte sneakers. En nu heb ik ze. Deze schoenen heb ik gekocht voor 60 euro. 60 euro voor een paar sneakers. Amazing. Laten we ook even kijken hoe duur deze normaal zijn. We hebben flink bespaard. Deze schoenen zijn normaal 200 euro. En ik heb ze voor 60 euro gekocht. En ze lopen als wolkjes. Zou ik er 200 euro voor betalen? Als ze zo lopen? Ja, het is het waard. Het is het waard, jongens. En natuurlijk heb ik ook de andere. Dat zal ik ook even laten zien. Kijk. Tada! Echt zo blij mee. Ik vind het echt helemaal fantastisch. En ik kan niet wachten om ze aan te doen. Dan heb ik nog 3 accessoires. Mega leuk. Blijf kijken, want dat wil je niet missen. Als eerste iets. Omdat ik toch alles graag wil matchen. Kon een matchend sjaaltje in de kleur van de blazer. Matchend met die jurk. Niet ontbreken. Ik heb dit... te leuke sjaaltje gekocht. Nou, wat ik hiermee eigenlijk wil is gewoon als ik dan die blazer of die jurk aan heb. Of een ander outfitje kan natuurlijk ook. Zou ik dit heel erg leuk vinden om zo al aan je tas te hangen. Met zo'n soort strik dat je een soort tasaccessoires hebt. Maar ja, voor de zomer wie weet ook gewoon om mijn hoofd. Hoe doen mensen dat altijd? Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Nou, zoiets maar dan mooi. Of gewoon, ja, ik wilde gewoon zo'n sjaaltje. Die wilde ik ook al kopen toen het net uit was. Dus ja, toen ik hem zag op de Sample Sale, kon het niet ontbreken. Dit is het Albertine sjaaltje in ook de kleur Pebble. Matcht dus lekker. Dat heb ik gekocht voor 7,50. En kost normaal 40 euro. En nu 7,50. Nou, dat is echt heel veel korting. Dus heel erg leuk. En met die blazer... ja, het is allemaal match made in heaven. Dat is echt het ding van Josh V. Alles match bij elkaar. Het is perfect. En ik word er heel blij van als dingen matchen. En al helemaal allemaal neutrale tonen met elkaar gematcht. Ja, 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 ja. I love it. Oké, dan nog een accessoire. Een backstrap. En een hele leuke slangenprint. Ik wilde heel graag die slangenprint laarzen. Die hoge laarzen. Hadden ze, pasten ze helaas niet. Mijn kuiten gingen er niet in. Dus die kon ik helaas niet meenemen. En die slangenprint tasjes, die kleine tasjes, stonden er ook. Maar daarvan waren de hengsels niet aanwezig. En ik wilde wel eentje met een lang hengsel. En er komt zo nog een tas en die vond ik leuker. Dus ik dacht, die neem ik. En dan doe ik wel een slangenprint backstrap. Zodat ik alsnog de mooie slangenprint heb. Want ook wederom deze matcht dus zo mooi met dat groen en met die jurk. Ik dacht helemaal, ja, dit moet ik hebben. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik heb nog geen backstrap. En elke keer op de Sample Sale van Josh V heb ik met een backstrap in mijn hand gestaan. Heb ik hem uiteindelijk niet gekocht. Had ik achteraf spijt. Dus nu moest ik het wel meenemen. Dit is de Dion backstrap in Snake. En deze was ook 7,50. Volgens mij is hem voor 7,50 afgerekend. En deze is normaal 60 euro. En nu dus 7,50. Nou, echt zo blij mee. Ik vind hem zo prachtig. Echt. Love it. Ik heb deze keer dus echt wel meer accessoires gehaald dan kleding. Omdat ik natuurlijk ook daarvoor al dus de kleding van de collectie had gekocht. En ik vond het gewoon heel erg leuk dat ik nu echt met alle accessoires mijn lookjes helemaal af kan maken. Heb ik nog iets. En dit heb ik gekregen van mama. Dus deze heeft mama ook afgerekend. Dus vandaar dat ik 2 tassen heb, terwijl je er maar 1 per persoon mocht. Deze heb ik dus niet zelf
betaald. Deze heb ik van mama gekregen omdat ik geslaagd ben voor mijn cursus van brand management. En ja, daarvoor heb ik dit cadeautje gekregen. Het is een prachtige tas. Hier komt ie. Tadaa! Deze prachtige tas. Deze is wel uit een iets oudere collectie al. Maar volgens mij zat die tot voor kort in de Essentials collectie. Die is er nu wel uit. Dus ik denk dat die er daarom nog was. Maar ik vind het zo'n mooie tas. En ik was dus heel erg bang dat het goud echt heel heftig goud was. Omdat ik ben team zilver. Maar dat vond ik dus echt wel meevallen. Dus ik dacht, ja, dat vind ik helemaal niet storend of zo. En ik wilde heel graag nog een witte, grotere tas. Want ik heb een klein tasje. Past gewoon bijna niks in. En in de zomer gebruik ik mijn witte tas het meeste. En ik wilde gewoon eentje waar meer in past. Omdat ik toch altijd mijn camera mee moet. Ook zonnebril. Je kent het allemaal wel. Dus deze prachtige tas. Deze was ook 50 euro. En je hebt hier een voorvak met een magneetsluiting. Dan heb je natuurlijk gewoon een lang hengsel in het wit. Maar je kan ook die snake eraan doen. Hoe leuk is dat? En dan heb je gewoon twee grote vakken. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Dus ik ben zo goed geslaagd. Dit is de dit kan ik niet uitspreken. Volgens mij Aleda tas. In het kleur off-white was 50 euro en normaal. Normaal 130. Dus ook flinke korting. Maar echt heel blij met dit pareltje. Dus ja. Nou, en zo staat de tas. Echt zo blij mee. En hoe leuk match het dus bij dit outfitje. Denk er even witte cowboy boots onder. En je bent gewoon helemaal klaar voor een zomersavondje. Oh, ik ben zo goed geslaagd. Ik kan het niet aan. Alles matcht bij elkaar. Die tas met die schoenen en die jas. Die jurk met de blazer en het sjaaltje. Die backstrap dan erbij. Ik ben gelukkig. En ik kan niet wachten om een weekendje weg te gaan om mijn tas te gebruiken. Dus ik ben helemaal happy. Misschien ook leuk om even te laten zien nog snel. Dat ga ik dan niet aandoen allemaal hoor. Wat er ook nog meer was. Omdat ik die dus vorige keer bij de JHP heb gekocht. Maar dan weten jullie ook een beetje dat die items er ook waren. Mama heeft trouwens ook veel gekocht. Maar ik weet niet waar haar items zijn. En ze is er momenteel niet. Dus haar items kan ik niet laten zien. Maar die had een heel leuk vestje. Een truitje met korte mouwen gestreept met beige. Een ander topje met korte mouwen. En een hele mooie blazer. Echt. Eigenlijk wil ik die even zoeken. Ik ga die even pakken. Dit is de blazer die mama gekocht heeft van de Exclusive lijn. Kijk hoe mooi een shimmer hierin zit. Niet normaal hoe mooi. Was dus ook 50 euro. Die heeft mama gescoord. Nou, en dan een paar items die er ook nog waren is dit pak. Dit is de Geraldine broek met de Danita blazer. In een camel kleur. Deze had je in elke kleur. Had je in het zwart, in de ecru kleur. En in het donkerblauw. En eigenlijk wilde ik die ecru ook nog. Maar ik dacht, het is goed zo. Want ik heb deze broek. Dus ook in het zwart en ook in het zilver al. Dus ik denk, weet je, drie broeken van één kleur is genoeg. Maar die waren echt geweldig ook. Maar dit mooie pak was er dus ook. Deze fantastische winterjas was ook te koop. En daar kan je dus ook de mouwen van afhalen. Heb je een bodywarmer. En dan kan je hem ook nog omdraaien. En dan heb je een teddy bodywarmer. En toch ook echt een van mijn nieuwe favoriete items uit mijn kast. Of eigenlijk van mijn jassencollectie. Is deze prachtige trenchcoat met aan de binnenkant dus goud. Die was er ook heel veel. Maar ja, die had ik dus al. Ik had het ook vandaag aan. Dit was mijn outfitje van vandaag. Deze jas is prachtig, want dan loop je en dan gaat die wind zo. Nou, helemaal enig. Deze jas was dus 70 euro. Dus dat was er ook. En ja, zo zie je maar dat ik dus mega goed geslaagd ben. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik hoop dat je het leuk vond om deze shoplog weer te zien. Ik ga hem zo snel mogelijk voor jullie uploaden. En ik ga nog even aanbeelden hoeveel hebben jullie al gezien. Wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En ja, tot de volgende video.